Goeiedag, we zijn weer in Paramaribo. We komen van Mungo, waar wij een item hebben gedaan. Dus zijn we weer in Paramaribo. Welkom, er is nog altijd DTV, waar televisie kijken anders is. Men wil meneer Ori, de minister van Financiën, minister van Onderwijs, wat zeg ik nou, voor het gerecht slepen. Wat gebleken is dat leerlingen van de zesde klas, die krijgen geen getuigschrift meer. Ik denk in de tiende. In leerjaar 10 krijgen ze dus dan een getuigschrift. Laat mij een bericht voor u lezen, vanuit Times of Suriname. Leerlingen van leerjaar 8, dus zesde klas, krijgen vanaf dit schooljaar geen getuigschrift meer. Volgens schoolleiders krijgt de leerling een verklaring waarin staat dat hij of zij leerjaar 1 tot met 8 succesvol heeft doorlopen en bevorderd is naar leerjaar 9. Schoolleiders, maar ook ouders, vragen zich af waarom de leerlingen geen getuigschrift meer zullen ontvangen. Ik denk dat wanneer we praten over, hou me te goed hoor, wanneer we praten over leerjaar 9, leerjaar 10, dan zijn we al op Milo, hè. Dus maar laat mij even checken met meneer Oostburg. Meneer Oostburg is degene die samen met anderen het ministerie voor het gerecht wil slepen. In dit, de minister. Met andere woorden zal Milo verdwijnen. Maar goed, meneer Oostburg is aan de lijn. Meneer Oostburg, goeiedag. Goeiedag Jarel en goeiedag luisteraars vanuit België. Ja, ik heb de mensen al voorgehouden waarover het gaat. Want vanaf dit schooljaar krijgen de kinderen geen getuigschrift meer in de zesde klas. Ze krijgen gewoon een rapport, met andere woorden, met het succesvol afronden van leerjaar 1 tot 8. Dan gaan ze dus daarna 9. En ik heb begrepen dat ze pas in leerjaar 10 hun getuigschrift gaan krijgen. En u vindt dat alles behalve goed? Ja, dat ik heb... je weet, ik zit nu in het buitenland, hè. Mm-hmm. En ik doe zo'n beetje een tour langs een aantal steden waar ik dus groot ontvangen word. En ik heb in Rotterdam heb ik een speciale live hier aan besteed. Ik ben namelijk de klokkenluider geweest van het geheel. Mm-hmm. Toch? Ik ben namelijk de klokkenluider geweest van het geheel, omdat ik een schrijver heb kunnen bemachtigen. Waar dus de inspecteur van onderwijs het heeft gestuurd voor alle schoolleiders. Oké, ik heb het toen behouden, maar ik ben toen ook naar de wetten gaan kijken. Ja, er is geen enkele wet dat zegt dat leerjaar 10 een getuigschrift moet krijgen. Er is geen enkele wet. De wet zegt dat je in leerjaar 8, wat we kennen als de zesde klas, een getuigschrift moet krijgen. En ik ben blij, Jarel, dat EBGS wel aan de kinderen van de zesde klas, met name leerjaar 8, een getuigschrift geeft. En weet je, Jarel, wanneer je nu praat over een getuigschrift bij leerjaar 10, dan zijn we al bij het voortgezet onderwijs. Ja, ja. Leerjaar 10 is tweede Milo. Ja, klopt. Wij kennen geen enkele wet dat praat over lager onderwijs, hè. Naar leerjaar 10 toe. We kennen een wet dat zegt over leerjaar 6, over leerjaar 8, wat wij kennen als de zesde klasse. Is de Milo verdwenen, Gerald? Dat moet de minister komen antwoorden. Intussen hebben een aantal ouders mij benaderd. En wij zullen een rechtszaak aanspannen tegen de staat Suriname. Althans het ministerie van Onderwijs. Minister Ori moet stoppen om handelingen te plegen in strijd met de wet. En ik mag u zeggen dat ik goed wordt geïnformeerd door onderwijsstoppers. Let wel, ik word goed geïnformeerd door onderwijsstoppers. En mijn volgers zijn bereid om een bijdrage te leveren voor het betalen van een advocaat.
Ik heb intussen al 2 advocaten geadieerd. Ja. En het komt goed. En weet je waarom ik dat zeg, Gerald? Gerald, mijn vrouw, en dat heb ik ook in mijn lijf kenbaar gemaakt, heeft 4 jaren lang op IOL gezeten om te doen remedial teaching en interne begeleiding. Gerald, 4 lange jaren. Die vrouw moest vanuit Brokopondo elke dag naar Paramaribo afreizen om naar IOL te gaan, om te gaan studeren remedial teaching en interne begeleiding. Gerald, na 4 jaren toen ze is geslaagd, kreeg ze te horen dat die opleiding niet bestaat bij wet. En weet je wat men toen heeft gedaan, Gerald? Men heeft hun alle leerlingen of elke student die toen was afgestudeerd voor remedial teaching en interne begeleiding, heeft men gegeven een diploma bijzonder onderwijs. Dat heeft men gedaan. Maar is dat te vergelijken met wat ze gestudeerd hebben? Ja, om en bij wel. Okay. Maar het wordt niet erkend. En het is de tijd van Venetiaan toen men dit heeft. Is men gestart met deze opleiding. En ik zeg, Gerald, wanneer je een kind van leerjaar 10 een getuigschrift geeft, is dat kind 2 jaar achter. Minister Ori mag het niet geven. Maar daarop wil ik komen hoor. Want ik zeg van, bij wet, zoals u tenminste hebt gezegd, u heeft die onderzoek gedaan. Het komt niet voor in onze wet. Maar wat is het nadeel als het toch gebeurt? Dus heeft het wel voordeel? Ja, een nadeel of geen nadeel. Het mag niet. Alleen het feit dat het niet mag, moet het niet gebeuren. Ja. De minister moet niet denken dat hij Aladol kan veranderingen kan brengen in ons onderwijssysteem, dat bij wet niet is gestoeld. Laat hij eerst naar DNA gaan en laat men daarover gaan praten. Ja, ja. Wij moeten ophouden, Gerald, om regeringen en of ministers de ruimte te geven om een eigen wetten te maken die in strijd zijn met geldende wetten. Ja, maar u kent deze minister toch? Hij zal blijven doordrukken. Hij zal blijven doordrukken, dan brengen we hem naar de rechter. Laat de rechter hem een halt roepen. Ja. Laat de rechter hem een halt roepen met wet en recht in hand. Wanneer? Dat is niet van Ori. Luister goed, Gerald. Ja, ja. Ori is Nederlander. Heeft geen enkele kind in Suriname op school. Als zijn kinderen zijn in het buitenland. Wat doet hij met onze kinderen, Gerald? Is het goed voor onze kinderen? Ik zie al dat een advocaat contact met me opneemt. Ik zie al dat een van de advocaten contact met me opneemt. Ja, en ja. Deze advocaat is goed op de hoogte wat er daar gebeurt bij het ministerie van Onderwijs. Heel goed op de hoogte. Ja, ja. Wij gaan in de komende dagen natuurlijk praten met mensen, deskundigen vanuit het onderwijsveld. Want morgen om 12 uur praten wij met meneer Ori uitgebreid hierover. Maar uiteindelijk is het zo dat de minister nu moet gaan luisteren, vindt u? De minister moet niet gaan luisteren alleen. Ik praat morgen met minister Ori om 12 uur. Nee, ik bedoel, sorry. Meneer Peneu, sorry. Meneer Peneu moet het zijn. Sorry, meneer Peneu. De ex-minister. Ja, de ex-minister. Ik heb ook goed contact met de ex-minister. Ja. Hierover heb ik ook goed contact met de. Weet je, ik zeg, ik doe dingen niet zomaar. Ik probeer, als ik iets niet weet, neem ik contact op met actoren die er genoeg verstand van hebben. Gerald, mijn vrouw, ik geef het mee. Mijn vrouw weigert te tekenen. Ze is schoolleider. Dan laat Ori er naar de rechter brengen. Ze weigert te tekenen en ik stuur en ze zegt. Ik teken wanneer u mij kan overtuigen dat het op een wettelijke basis is gestoeld. Dan pas teken ik zo'n getuigenis.
Maar heeft en ik zei het al eerder. Maak contact ook met EBGS. EBGS geeft hun eigen getuigschriften aan leerlingen van leerjaar 8. Getekend door de schoolleider en de directeur. Dat geeft aan, en ik wil niet voor EBGS praten, dat EBGS zijn eigen beleid voert op dit stuk. Omdat EBGS beoordeel is dat wat de minister doet in strijd is met de wet. Ja, ja. Maar bij leerjaar 8 hè, moeten de kinderen dus dan toets maken. Hè? Dat is normaal zo, toch? Leerjaar 8 is wat wij kennen als de 6e klas. Ja, dan maken ze een toets, toch? Om naar Milo te gaan. Of LBGU of weet ik veel. Zal dat nog gebeuren? Is dat gebeurd trouwens dit jaar? Karel, ik stuur voor jou een schrijven. En als je morgen met Poneu... Trouwens, ik had de pers uitgenodigd om een beroep op mij te doen. En men heeft jou ook gedekt om een beroep op jou te doen. En andere media om contact met mij op te nemen. Zodat ik jullie het schrijven zou kunnen geven. Ik denk dat ik het al voor je heb gestuurd. Neem het door en bespreek het met Poneu. Bespreek het met wat mij betreft ook met Ori. Ja. Jarel, dat van Ori en de regering moet echt ophouden. Wij als volk, Jarel. Omdat hij. Het kan niet zo zijn dat Aladol, zaken in strijd met de wet worden doorgedrukt. En puntje bij paaltje hoor je. Het is niet rechtsgeldig. Dan moet men zaken terugdraaien, hè? Ja, toch. En daarom Jarel, voordat het ten uitvoer gaat. Spannen wij een kort geding aan tegen de staat Suriname, CQ, het ministerie van Onderwijs, zodat de rechter dit kan stoppen. Oké. We gaan het blijven volgen. Morgen praten we met ex-minister Poneu hierover en natuurlijk andere deskundigen. En dan kijken we hoe ver we ermee komen. Hopelijk luistert de minister in deze en dat er maatregelen worden getroffen. Dank u wel, meneer. Aan deze gelegenheid. Ja. Ook even gebruik maken. Heel snel. Suriname te groeten. Je weet dus dat ik voor het damtoernooi in het buitenland was. En daarna heb ik mijn vrienden ontmoet. België, Nederland, Karkom. De ontvangst is groot geweest. En tegen Suriname zeg ik. Of schoon anderen hadden gezegd. Je weet kwartwillige toch dat je actie politiek asiel. Ik ben er binnen een aantal uren weer in Suriname. Milo Bikondre. Ik groet u, Jarel. Dank u wel. En ik groet ook de luisteraars van DTV. Kom veilig aan. Dank u wel. En zo hebben wij gesproken met Marcel Oostburg. Hij is initiatiefnemer. Ze gaan de minister voor het gerecht slepen. Wanneer het gaat om wat er nu gebeurt. Bij leerjaar 8 krijgen de kinderen. Leerjaar 8 is 6e klas. De kinderen krijgen geen getuigschrift meer. Ze zullen dat krijgen bij dus, leerjaar 10. Dat wil zeggen dat ze bij leerjaar 8 een rapport krijgen waar men dus aan aangeeft dat ze succesvol het basisonderwijs hebben doorlopen. Maar goed, we zullen dus dan deze zaak blijven volgen. Zoals ik u zei, morgen om 12 uur praten wij met ex-minister Poneu over die situatie. Hij is een kenner wat het onderwijs betreft. Maar we zullen dus dan ook met andere mensen praten. Blijft u precies daar zitten. We hebben na dit gesprek direct een interview met Ronnie Asabina. Het gaat om de compensatie van de mensen in het binnenland en in deze in Brukopondo. We weten dat de mensen van Marowijne nu al barbarie maken dat ze gecompenseerd willen worden. Maar ook de mensen van Brukopondo. We weten allemaal dat er een soort van, niet een soort van, er was een overstroming daar. En de mensen moesten gecompenseerd worden. Dat is niet gebeurd, dat was ook toegezegd. De vicepresident geeft aan dat dat al gebeurd is. Ik heb die vraag zelf gesteld bij de Raad van Ministers. Hij geeft aan dat de mensen al gecompenseerd zijn. Maar, is dat waar?
Dat is een mooie vraag. We praten met meneer Asabina, Ronnie Asabina. Want hij was ook bezig met de mensen over de compensatie en alles. Laat hij ons vertellen wat er is gebeurd en wie is gecompenseerd en wie niet is gecompenseerd. Later, live hier, over 5-6 minuten zijn we weer in de uitzending met meneer Ronnie Asabina. Ik ben Gerald, mede namens Roberto. Tot straks.